Dit is wel een wat apart model van Siku, met zogenaamde rupsbanden. Siku in de schaal 1x87, dus het is het kleinste model wat ze hebben. Maar het is wel een mooi gedetailleerd model. Dus als je het meekijkt, waar gaat het eigenlijk om? Wat is het meest bijzondere? Dat, dus, dat hier zogenaamde rupstracks, rupsbanden op zitten. Nou, wat je er misschien wel kent van het leger, de tanks hebben dat ook. Maar waarom doen ze dat vooral? Nou, dit heeft een veel grotere oppervlakte met de bodem zo. Dat hij op een gegeven moment niet alleen maar twee wielen heeft, maar een veel groter contactoppervlak. Waardoor hij dus veel meer een grotere motor kan hebben. En toch op een gegeven moment overbrengen, op het land kan overbrengen. Dus hij kan veel grotere gewichten trekken op deze manier. Nou, wat ik al zeg, het is een gedetailleerd model. Hier zie je het trappetje naar de cabine toe. De cabine die kan eraf bij dit soort Siku modellen. En erop klikken. Betekent ook, ja, je hebt je vooraan eigenlijk geen wielen, er zit geen as onder. Maar hij stuurt dus door de ene rups wat harder, de andere wat langzamer te laten draaien. Daardoor kan hij toch opbrengen. Hij stuurt op deze manier. Nou, in de John Deere kleuren. Gedetailleerd model. En ja, vind je het wat voor je eigen vitrinekast of gewoon leuk voor kinderen, kleinkinderen? Kun je bestellen bij Tim's speelgoedboerderij. Klik op de link hiernaast. Kom je op onze website uit voor meer informatie en de bestellink.